Oh shit. Welkom bij Outlast. Tot na de intro. Shit, ik zit vast. Okay, people, let's go to work. Oké, we moeten nog een klein stukje en dan zijn we. Zijn we er? Ik hoor hem. Hij komt hierheen. Kom lopen. Zijn voetstappen zitten dicht in de buurt. Ik moet hier om dit stukje heen door de deur naar voren en dan ben ik er al. Dan moet ik rennen. We rennen door. Ik weet niet waar hij zit, maar hij komt achter me aan. Hij komt zeker achter me aan. Waar is die? Ha, stakker. Hier. Dikke middelvinger. Vieze strontaap. Huh? Zal ik even over je bol heen haaien? Word ik nou gebeld? Oh, mijn neef. Moment. Excuus mensen, excuus. We gaan door. Ei, over de boltijd. We hebben de sleutel. Dat betekent dat het helemaal goed gaat komen. We kunnen eindelijk ontsnappen uit dit kot. Hoop ik. En waar was het einde ook weer? Ik ben helemaal opgelucht, want... Kijk hoor. Daar is het einde. En we plaatsen de sleutel. In het slot. Yes, jongens en meisjes. Oh, what the f... Kom op, rennen. I try. You all betray me. Ik zit weer in die gang. You can hang. Oh. Like the rest of them. Nee. Oh my god, jongens. Nee joh. Oh. Hallo? Sorry voor een onderbreking, mensen. Kom op, jongens, kom op, ik ga dood. Hold still. God damn it, what are you? Oh god, gaat het allemaal naar beneden komen? Oh! Schudden! Oeh! Oh, what the fuck gebeurt er? We could have been beautiful. Oeh! Hij is dood! Yes! Lekker voor je! Vieze dwaas! Hahaha! En nu, hè? En nu? Achterlijk, hè? Wat heb je ervan, hè? Als je gehandicapten probeert te slaan en te schoppen. Oké, hopen dat we zonder problemen nu weg kunnen ontsnappen. Ik ben heel benieuwd of het gaat lukken. Malward. Oh. Holy fuck. De kerk wordt afgebrand. Waarom dat dan? Jesus Christ. Er staat iemand. Is het iemand die me wil helpen? Let's just say he's dead. Yeah. What kind of sick fuck would do this to somebody? He even took his damn pants. Tell you one thing. I've seen more than enough dick and balls tonight to last me a lifetime. And not all of them attached to a man. Let's wrap this up and get back to the truck. Amen. Kom op, help me. Is dit van het leger? Die moeten mij ook helpen. Kom op. Ik ben hier. Wacht, ze moeten mij ook zien. Kan ik naar ze toe?
Holy fuck! Gaan ze mensen schieten? Batterij hebben we nodig. Oh shit, hé. Ik hoop niet dat ze gaan schieten op me. Oh shit, dat hoor ik, joh. Wow, dit is gaaf. Dat licht is zo mooi. Die game is zo mooi, hè. Het lijkt alsof ik door een gang ga van licht. Van wow, weet je wel. Ik ben eindelijk klaar. Ik weet ook niet wat er gaat komen. Mooie huiskamer. Is dit niet... Dit lijkt op deel 1, weet je nog? Die kamer. Dit lijkt heel erg op die gang uit deel 1. Is dit niet... Is dit... Komt het niet uit... Jongens, flashback! Ik ben echt niet helemaal blij wat er nu gaat gebeuren. Move towards the gap. Ik wil niet. Ik wil niet. Hey, je telefoon! En... Research! Hallo, Windows XP. Ik zie het al. Foutmelding. Oh, het is echt zo'n Acer computer, weet je wel? Oh, nee, laat maar. Al zo'n standaard computer. Ik dacht, het is zo'n Acer computer, weet je wel? Zo'n, echt zo'n crappy ding. Ver van 12 MB RAM-geheugen, weet je wel? Zie je het? Volgens mij is dit die kamer. Ja, met die wc's. Ja, dit herken ik volgens mij nog. Oh, wauw. Kunnen we dan eindelijk naar beneden? Ja, mensen. Mr. Park. Help me up. Oh. Holy fuck. Nee. Kom op. Hij moet dood. Dat is echt de bad guy volgens mij. No one can know. No one. Niemand mag weten. Oh. Hoppakee! Dat is hoe we het doen. Dat is de whistleblower. Kunnen we ooit uit dit huis komen, jongens? Ik ben benieuwd. Kom op. Oh, de shit, we moeten gaan kruipen nu naar de uitgang. Meen je dit? Nee, we hoeven niet te kruipen. En die vent is spontaan verdwenen. Jammer. En we zijn uit het gebouw. Het zonnetje schijnt. Wauw, die muziek. Nooit meer naar binnen. Wauw. Dit is een mooi huisje. We gaan naar binnen. En laten we maar een bom opgooien. Grote handgranaten binnen worden geworpen. Oh, wauw. Dit is vet. En daar kwam we vandaan. Wauw, is het even vol verbazing te kijken, wat. Een auto staat daar. Moet je naar de auto toe? Ja. Holy shit, jongens. Holy fuck, wat is dat? Oké, okay, wegrijden, kom op. Het is nog niet voorbij, mensen, het is nog niet voorbij. Oh, rijden! Jesus Christ. Oh my god, jongens. You press that button, there's no going back, Mr. Park. There's enough hard evidence in that video file to make a world of shit for our friends at Murkoff. You got out of Mount Massive alive, and we've done everything in our power to cover your tracks. But our enemies are twitching and malicious corporate paranoiacs with resources you're too moral to imagine. You won't be the only target. Anyone you care about, your wife, your child,
There'll be nothing to Murkoff but ways to hurt you. I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice. But once you click upload, your life is over. Everyone you love is fucked. But it's the right thing to do. Is hurting Murkoff worth that much to you? Yes, we did it. De Red Barrel Studio. Fantastisch. Fantastisch gedaan. Echt, wauw. Ja, en dames en heren, dit was Outlast. Ja, Whistleblower was echt fantastisch. Ik vond het echt heel vet. Ik vond het, ik vind het trots op mezelf dat ik hem heb uitgespeeld. Hij was pittiger dan de normale Outlast, vond ik, op bepaalde momenten. Het verhaal was echt ziek. Echt bizar gedaan en ongelooflijk. Het einde was echt, had ik niet verwacht op deze manier. De bestanden zijn geüpload wat we hebben opgenomen met onze camera. Dus ja, het is bizar om te zien wat er allemaal, wat er is gebeurd. En ja, ongelooflijk. Mensen, bedankt voor het kijken en ik hoop dat jullie geen hart ervan hebben gekregen. En dan zien we de volgende keer misschien wel een Outlast 2. Ik hoop dat ze hem gaan maken. Ik denk het zeker weten wel. Bedankt voor het kijken nogmaals naar deze serie en doei!